kunstlinie dus bij de Vaandeldrager. We zitten op 2,5 meter van dat prachtige schilderij van Rembrandt. En ik zit hier nu met Bo Naarden. Bo, je bent programmamanager, museale zaken. Ja, het is echt een gloednieuw, hypermodern gebouw waar je allerlei hele hippe tentoonstellingen elke keer inricht. Dan komt er ineens een vaandeldrager om de hoek kijken die ergens een plekje nodig heeft. Waarom wilde je die binnenhalen? Ja, juist dat contrast maakt het natuurlijk spannend en zorgt wel dat de tongen gaan rollen van waar kijken we naar, wat vinden we hier nou van? Dus misschien nog wel uitdagender dan de kunst die we hier anders hebben hangen. Jullie hebben heel erg de combinatie gezocht met muziek en jongeren. Hoe zit dat? Nou, omdat wij zelf ons verhaal mochten kiezen, zijn we natuurlijk op zoek gegaan naar een invalshoek die interessant was voor Flevoland en Almere. En wij hadden het gevoel dat in een jonge stad een jonge muziekvorm bijgekozen moest worden. Dus vandaar dat we bij Lief zijn uitgekomen. Ja, hoe bijzonder vind jij het eigenlijk dat het schilderij hier is? Ja, het is natuurlijk het is heel bijzonder. Ik weet wat voor hoge eisen het Rijksmuseum altijd aan locaties stelt. Want de collectie reist altijd wel natuurlijk. Dus dat is zeker bijzonder dat hij hier mocht zijn. Moesten jullie veel aanpassen eigenlijk? Iets met ander licht, denk ik? Licht valt mee, want we proberen hier natuurlijk sowieso altijd binnen museale normen te programmeren. Dus we houden altijd rekening met licht en klimaat, dat is allemaal op orde. En er zijn natuurlijk wel wat extra maatregelen genomen. Maar in principe is alle kunst altijd gelijk. Dus een beetje extra, maar ook gewoon gang van zaken. Ja, jullie hebben het nog extra bijzonder gemaakt eigenlijk. Want jullie zijn in onderhandeling gegaan met de provincie. Om het allemaal dat mensen gratis toegang hebben de hele maand. Hè? Als je uit Flevoland komt. Waren dat eigenlijk lastige gesprekken? Ja en nee. Ik bedoel, het is natuurlijk in deze tijd eigenlijk helemaal niet courant om te zeggen van, nou ja, ik probeer er niet enorm aan te verdienen. Maar tegelijkertijd hoort het zo bij deze hele tour, het idee ervan om kunst toegankelijk te maken. En het idee dat dit stuk van ons allemaal is. Dat wij hier allemaal al aan hebben meebetaald. Dus iedereen vond dit eigenlijk gewoon heel logisch. Ja, jullie thema is wat zie ik. In allerlei vormen wordt er naar dat schilderij gekeken de komende tijd. Wat zie jij eigenlijk als je naar dat schilderij kijkt? Ja, ik vind het heel grappig dat heel veel mensen dus er iets heel trots in zien. Terwijl ik meer het idee heb van, hij kijkt eigenlijk een beetje van, ik neem eigenlijk die rijke mensen die ik normaal schilder een beetje op de hak. Nu ga ik in zo'n apenpakje staan en een beetje besmuikt zo richting de kijker kijken. Ja. Ja. Ja, dus dat jij ziet meer de humor er eigenlijk een beetje van in. Of wat is het? Ik voel me een beetje zo van, ik heb jullie allemaal door hoor. En ik weet precies wat ik doe. Ja, dat straalt het voor mij veel meer uit dan trots eigenlijk nog. Ja. En dan was er vandaag bijvoorbeeld een lezing van Friso Lammertsen, conservator bij het Rijksmuseum. De Oogvereniging was hier ook. Die kwam ons vertellen over het reliefschilderij wat er staat. Nou, de rappers en de schoenen van Manpower kun je hier ook bekijken. Wat gaat er de komende maand nog meer gebeuren? Ja, we hebben eigenlijk een heel vol programma. We hebben nog een speciale openstelling voor mensen met een beperking. We gaan een gesprek voeren over wat kunst en cultuur kan doen tegen eenzaamheid. We gaan kunst kijken met kleuters, dus dat is natuurlijk ook superleuk. Ja, zo hebben we eigenlijk allerlei activiteiten voor heel diverse doelgroepen. Ja, want dat gebeurt straks, dat kunst kijken met kleuters door 2 turven hoog volgens ja. mij. Hè? Ja, wat gaan die doen? Kan je daar al iets van vertellen? Er zijn 2 activiteiten die zij doen. Enerzijds gaan ze echt met kleuterklassen ernaar kijken, dus echt in klasverband. Maar anderzijds kun je ook op de zondagen zelf met je kleintje komen kijken. Want het idee is juist dat wij kunnen leren van die kleuters. Dus doordat zij nog helemaal geen grenzen hebben aan wat ze durven te zeggen en wat ze ook zien, hè, die fantasieklepjes staan ook nog lekker open, kun je eigenlijk als volwassene leren van jouw kind. Of misschien je kleinkind bijvoorbeeld. Dus je gaat samen kijken onder begeleiding van een kunstenaar naar kunst. En dan is er ook nog een documentaire serie die gedraaid is. Waarin allerlei Almeerders en Flevolanders voorbij komen die ook naar dat schilderij kijken en vertellen wat ze ervaren. Dat is te zien bij Omroep Flevoland de komende weken. Tot 29 september kun je hier dus terecht. Waar kijk je nou het meest naar uit? Wanneer is het geslaagd voor jou? Ja, ik hoop dat we hier straks op de muur achter kunnen mensen hun reactie achterlaten. Wat ze ervan vonden. Maar ook wat ze bijvoorbeeld meer willen zien, wat ze vooral niet willen zien. En ik hoop heel erg dat daar heel veel input op komt. En dat mensen vooral de ruimte voelen hier om te vertellen wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. Zodat we dat natuurlijk weer mee kunnen nemen in onze volgende programmering. Ja. Bo, dankjewel. Bo Naarden, programmamanager van de museale zaken hier in de kunstlinie. Je kunt nog tot hoe laat kun je. Oh, sorry. Ja, tot hoe laat kun je eigenlijk nog hier langskomen vandaag? Tot 5 uur. Dus het is van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 iedere week. Heel goed. Dus. Nou, dat
dat schrijven we op. Van 11 tot 5 kun je hier gewoon langskomen. En je moet dus eventjes, ik denk, een envelopje meenemen waarop staat dat je dus in Flevoland woont. Moet je wel bewijzen, want anders kan je niet gratis naar binnen.